Zoals u weet, is veiligheid in gevolge artikel 16 van onze grondwet een grondrecht die door een ieder gerespecteerd, gewaarborgd en beschermd moet worden. Dit betekent dat het verkeer en de wijze waarop we aan het verkeer deelnemen, geen afbreuk mogen doen aan veiligheid. De staat heeft de grondwettelijke plicht te zorgen voor veiligheid. Met onder andere verkeerswetgeving is de staat ertoe overgegaan nog meer en concrete waarborgen in te bouwen om invulling te geven aan veiligheid. Dames en heren, met de Surinaamse 1515-Verkeersveiligheidsmaan, zoals de Verkeersmaan formeel heet, schept de regering. CQ, het ministerie van Justitie en Politie, formeel ruimte voor alle overige actoren binnen de regering en de overheidsactoren binnen het bedrijfsleven en maatschappelijke middenveld om samen met haar extra aandacht te schenken aan verkeersveiligheid. De Verkeersveiligheidsmaand heeft dit jaar als thema Gedenkverkeersslachtoffers. Creëer mogelijkheden voor leven. Ons verkeersgedrag veroorzaakt nu nog een onaanvaardbaar aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden. Een verbetering brengen in onze verkeerssituatie is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk. Wereldwijd is het aantal verkeersslachtoffers en doden in plaats van afgenomen zelfs toegenomen en dat heeft de Verenigde Naties ertoe aangezet het decennium van acties voor de verkeersveiligheid. Dat liep van 2010 tot 2020 met nog 10 jaren te verlengen tot 2030. De oprichting van het verkeersveiligheidsinstituut is een belangrijke maatregel geweest van het ministerie om te komen tot een centrale aansturing van de maatregelen, die het aantal verkeersdoden en slachtoffers drastisch moet verminderen. De voorbereiding van een ontwerpwetsgadefonds moet mogelijkheden creëren voor acute ondersteuning van onder andere verkeersslachtoffers. De nieuwe rijwet waarin er een aan aanscherping heeft plaatsgevonden van sancties op bepaalde verkeersovertreding en de voorgenomen uitbreiding van de verkeershandhavingscapaciteit van de politie zal binnen korte termijn resultaat opleveren. Ook verkeerseducatie zal in samenwerking met partners binnen een jaar vorm en invulling krijgen. En naar hopen binnen het formeel onderwijs op VOJ en VOS niveau. Commitment, inzet, toewijding en samenwerking zijn wat het ministerie van Justitie en Politie betreft heel hard nodig om met betrouwbare verkeersstatistieken de verkeersveiligheid te bevorderen ongevallen te voorkomen, letsels te beperken en levens te redden. Laten wij met deze verkeersveiligheidsmaand bewijzen dat we in staat zijn gedurende 30 dagen aan het verkeer kunnen deelnemen zonder dat er ernstige verkeersongevallen plaatsvinden, al dan niet met de dood tot gevolg. Laten we dit echt doen. Creëer mogelijkheden voor leven, zeggen we in ons thema. En dat kunnen we doen door verkeersregels in acht te nemen, door respect te hebben voor het leven van anderen op de weg en door het besef dat we grondwettelijk ongeroepen zijn veiligheid te waarborgen voor onszelf en voor anderen waar we ons ook bevinden in het land. Toon in deze maand vooral ook attentie in welke vorm dan ook aan personen van wie u weet dat ze betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval en daardoor moeilijker door het leven komen. Het ministerie doet een beroep op u om samen met haar aan de weg naar verkeersveiligheid te blijven timmeren. MUZIEK